Welkom bij een nieuwe aflevering van Straatpraat. Deze week stond in het teken van uit de kast komen, want het was namelijk Nationale Uit de Kast Komdag. En wij vroegen ons natuurlijk af, hoe denken mensen op straat er eigenlijk over uit de kast komen? Dat allemaal in het heerlijke weer. Bah! Het was deze week de Nationale Uit de Kast Komdag. Vindt u dat mensen met een andere geaardheid daar zomaar voor mogen uitkomen? Uiteraard, vanzelfsprekend. Ik vind dat helemaal geen probleem, dat moet kunnen toch in deze tijd. Eigenlijk moest dat vroeger ook kunnen. Tuurlijk, vind ik wel. Dat is de normaalste zaak van de wereld, denk ik. Dat vind je? Ja, zeer zeker. Tuurlijk. Ja, iedereen mag zijn zoals hij is. Toch? Nou, vind ik niet juist, nee. U vindt niet dat homo's dat openbaar moeten maken? Nou, ik heb er een beetje moeite mee, ja. Waarom niet? Ik bedoel, het is toch wat hun keuze. Ik bedoel, het is als hun daar vrij blij van worden. Ik heb daar geen problemen mee. Ik vind dat hij daar open in moet kunnen zijn. Maar ik heb bijvoorbeeld wel iets tegen die gay-paraats of zo. Dat vind ik eerder provocerend dan dat het goed doet aan de zaak van de anders geaardheid. En ja, natuurlijk vind ik dat. Ja, absoluut. Ja. Ik hoop het ook dat ze het allemaal gewoon vertellen en zich daar prettig bij voelen. Ja. Maar staat de maatschappij daar tegenwoordig ook open voor? Steeds meer, denk ik. Ja. Dat doe ik niet zo te zeggen. Het lijkt nog niet helemaal, maar er moet wel verandering in komen. Nou, als ik de televisiebeelden zie, niet. Als er nog mensen zo erg gepest worden dat ze moeten verhuizen, dan denk ik, we lopen nog iets achter in Nederland. Ik merk het zelf niet zo, maar... Ja, misschien mag er wat meer aandacht aan besteed worden, kan best. En dat betwijfel ik nog altijd. Soms wel, maar soms ook niet. Als ik meekrijg wat er allemaal gebeurt in de wereld, dat er was laatst op tv was het volgens mij. Was ook over die Nationale Uitkomdag. In Brazilië hadden ze een gay parade of zo. En daar werden dan in het jaar zoveel homo's werden daar gewoon vermoord. Ik denk het wel. Ik denk, er zullen ongetwijfeld groepen zijn die daartegen reageren, maar in zijn algemeenheid geloof ik dat dat wel zo is. Dat is vaak zelf, dat mensen dus zelf bang zijn om er vooruit te komen. En dat vind ik toch wel een probleem. Heb je gisteren man bij het hond gezien? Die waren op een bouwterrein, hè? En daar zei er eentje zo, ja, als er eentje bij me komt, sla ik hem met een hamer. Weet je, dan kun je zien dat er nog heel veel onwetendheid is. En je moet het natuurlijk ook niet provoceren. Komt waarschijnlijk omdat ik zelf, sommige twee walletjes eet. Snap wat ik bedoel. Denk het niet altijd, denk jij? Nee, niet altijd. Nee, niet altijd. Nee, dat is zo jammer. Kijk, de mensen die figuren haten, die dus niet uit de kast komen, dat zijn mensen die dat een beetje stiekem doen. Daarom krijg je ook de stomme opmerkingen van, is dat een homo? Dan moet ik mijn gouden boksgoot vastmaken. Ja, dat is... Ik heb eerlijk gezegd het idee dat wanneer we dat niet zo opblazen en wanneer we er niet zoveel aandacht aan besteden, dat het veel beter is dan wanneer dat zo iedere keer weer in de publieke belangstelling komt. Maar wil je dat allemaal zo graag weten? Zit je zelf ook nog in de kast soms?